battle, the door. Voor de Française, omdat Ilse Heil haar tweede bestraffing krijgt. Die moet nu gaan aanvallen. Heeft nog 1 minuut en 3 kwart. Op hopen dat ze ook Nieto een tweede bestraffing krijgt. Ik hoor Olivier Bertmans tot hier roepen. Aan de zijlijn, naast de tatami. Anderhalve minuut voor Ilse Heil. Contact met de heiler. Coaching van Olivier Bergmans langs de lijn.
alle duidelijkheid, als u het Giro niet zo goed volgt, elke score op bestraffing is nu beslissend. Laat ons hopen dat het niet met een bestraffing eindigt vandaag. Maar gewoon met een positieve score. We zijn eraan begonnen. Extra tijd. Probeert heel graag te verhinderen om de Udoki vast te grijpen. Gaat hij zelf in aanval. Mooi Udo, brengen ze niet, maar ja, dat ziet er eigenlijk niet in het bestaan van de strijd. Het gaat om een bronzen medaille. Wat dat betreft, ik heb ook indruk dat ze een puntje probeert te vermijden om die schouder te laten belasten. Hier oppassen, hier oppassen! Hij is over Ippon voor Priscilla Nieto. Het is te heilen.